Tegen de startplank staan hier voor Fietsclub Os, Melissa van der Zanden. Voor DVO Haaksbergen, Anne Tuchter. Voor Unitas Assen, Cindy Martens. Voor FCC Nuland, Renske van Zandvoort. Voor de Flying Birds, Veerle Aukema. Voor Fietsclubsvereniging De Logsprinters, Laura Davids. Voor BMX Apeldoorn, Danique Nichols. En last but not least voor de IJsselcrossers, Michelle Wissing. Succes! En de zon laat zich weer eventjes uitbundig zien hier in Klaas-Dieneveen. En dan zien we dat er één dame al heel erg rap vertrokken is. Hoor. Dat is Michelle Wissing, de IJsselcrosser. Zij gaat als eerste de bocht in, neemt de Apeldoorn met zijn mee. Dan Liek Nichols. Nichols op die tweede plaats. Maar ze zijn op elkaar gewaagd, deze dames hoor. Het is de 9-5-9 dus aan de leiding. Michelle Wissing, Wissing aan de leiding. Naar de Apeldoorn, dan gewoon de Flying Birds. En dat doen we dan met Veerle Aukema. Aukema dus op die derde plaats. Deze drie zijn redelijk los ten opzichte van de rest van het veld. Komt er een aanval van Apeldoorn. Een aanval naar Wissing. Wissing aan de binnenkant. Apeldoorn naar buiten. Oh, en dan gaat het mis. Ja, je zag het gebeuren. Apeldoorn schoot hem even van links. Gelukkig bleef Wissing recht op die fiets zitten. Raakte daardoor niet uit balans. En Wissing pakt gewoon de finale. Wordt hier Drentskampioen. Michelle Wissing. En ik had er geen meisjes. 11 jaar.